Mindy. Ja. Ah, Mindy. Het idee is gekomen omdat ik 1 jaar niet op vakantie ben geweest. En ik, een jaar later, dat was 2012, vroeg ik aan mensen, ga je op vakantie? Ik was zo gefocust op mijn vakantie, ik moet dit jaar op vakantie. Ik hoorde om mijn omgeving heel veel mensen, nee, ik ga niet. En ik vroeg, waarom niet? Ja, ik kan niet betalen. En ik zei, ik kan niet betalen. En ik, ondanks dat ik bewust was van mijn armoede in Rotterdam. Toen heb ik tegen mijn collega's gezegd, weet je wat, we gaan een vakantiekamp organiseren. Toen zei ze, voor wie? Ja, ik zei, voor kinderen die niet weg kunnen. Nou, goed. Mag ik even je aandacht even hebben? En dat bleek een groot succes. Vorig jaar konden er 50 kinderen op kamp op 1 kinderboerderij. Dit jaar zijn er zo'n 80 jonge kampeerders verdeeld over 3 kinderboerderijen. En die zijn het over 1 ding eens, dit is beter dan thuisblijven. Het is altijd hetzelfde, gewoon je doet altijd hetzelfde. Wat je vanmorgen doet, doe je vandaag weer ook bijvoorbeeld. Als je bijvoorbeeld naar hier komt, je leert nieuwe mensen kennen, je gaat leuke dingen doen en zo. Activiteiten, dat is het leuke van dit allemaal. En ook de ouders zijn blij dat hun kinderen eindelijk eens met een vakantieverhaal terug naar school te kunnen gaan. Ik ga nooit op vakantie. Ik ben alleenstaande vader van heel weinig salaris, dus dat is niet te doen. Dit is lekker dichtbij, ik woon hier vlakbij, dus ideaal. De vakantiekampen worden volledig gesponsord door het Rotterdamse bedrijfsleven. En 86 vrijwilligers zorgen ervoor dat de kinderen 3 dagen lang een onvergetelijke ervaring opdoen. Ik hoop dat we komende jaar, dit jaar hebben we ongeveer 80 kinderen, dat we dadelijk 200, 300 kinderen kunnen laten kamperen. Dan ben ik een enorm gelukkig mens. Ja, dan ben ik absoluut een heel gelukkig mens. Ja.